tagine-kruiden, mijn zout. Daarmee maak ik een marinade en ik marineer daarmee mijn vlees. En dan gaat mijn vis. En dan gaat mijn vis rechtstreeks hier tegenover eerst je vis aanstoven en dan leg ik ajuin op. Dan gaat dat, hij zou wel vis kennen, wel lekker, maar het gaat heel snel aan, gaat het heel snel ook uit elkaar. Wij nemen eigenlijk, wij combineren eigenlijk vaak onze kip met zoet-zuur. En niet zozeer eigenlijk veel met groenten, want hier gaan straks ook niet heel veel groenten bij. Heel veel groenten bij. Wij gebruiken ingelegde citroenen voor onze kip. Wij gaan venkel gebruiken, dat wat zoeter is. Ik durf honing in mijn tagine doen. Wij gaan zo echt wel zo mee naar het zoete voor onze kip. Dat je zegt, pekelt je die zelf? Ik niet. Ik niet. Je koopt die? Ja, ik koop die eerlijk gezegd. Ja, die vraag is mij nogal gesteld geweest. Ik maak heel veel, maar dat koop ik eigenlijk wel zelf. Want mijn tweede vraag was dat hoe lang? Aha, oké. Ja. Had ik geweten dat die vraag zou komen, dan had ik die aan ons moeder gesteld. Ik ben eerlijk, hè? Ja, maar natuurlijk. En ik ben ook eerlijk, ik maak ze niet, want dan kan ik daar een uitleg op gaan geven dat niet klopt of zo. Dat is niet de bedoeling. Dus wat heb ik gedaan, mensen? Ik heb mijn vlees aangestoofd. Mijn ajuin is daarbij gegaan, mijn tomaten. En nu gaat er mijn peterselie en mijn koriander bij. Amai, zeg, super. Dan staat hier ook zo klaar, dat is daar. En dan belangrijk, waarom bij een tagine kruiden. Ja, nu, ik moet direct zeggen, in mijn receptje is nagetijd door de mensen van Bormings Plus. En daar is wel een foutje in geslopen. Dan ga ik straks recht trekken. In het receptje, ik geloof dat ik voor 4 personen genomen heb. Heeft er al iemand het receptje gelezen? Ja. En dan staat erbij op een gegeven moment 1 eetlepel zwarte peper, 1 eetlepel. Ik heb inderdaad die samenstelling gemaakt. Voor jullie, want veel mensen denken, oh, die tagine-kruiden. Waar kan ik ze kopen? Ja. Maar eigenlijk kunnen jullie die ook best maken. Alles wat daarin zit, kennen jullie gewoon. Het is de combinatie die eigenlijk de tagine-kruiden maakt. Dat is bij vele dingen zo. En daarom vandaar die samenstelling. En ik had gezegd, kijk, het is heel belangrijk dat je dat daarbij zit. Dat de mensen toch weten wat er allemaal in zit. En als ze het eventueel zelf kunnen samenstellen. En ze hebben dat daar bij. Dus wat moet er eigenlijk in de plaats van bij de ingrediënten? Een halve eetlepel tagine kruiden. Ja. En wat zit er in die allemaal in? Wat staat er in de ingrediënten staat? Dat is komijn. Iedereen kent komijn. Ja. Zwarte peper. Kurkuma. Enzovoort. Dus, geen ras el hanout? Ras el hanout? Nee, tagine kruiden niet. Ras el hanout, want dat is ook zoiets. Dus, hier gaan eigenlijk tagine kruiden in. Hè? Ja, dat is echt wel een vraag dat ik regelmatig. Waar koop ik die tagine kruiden? Eigenlijk moet ik dat iets aan de mensen meegeven, want in principe kunnen ze het zelf gewoon zelf samenstellen. Wat ik thuis doe bij mijn tagine, is een beetje curry. Maar vandaag ga ik dat niet doen. Ik ga het vandaag echt op zo'n Marokkaans houden. Maar dus, als ik daar een Marokkaanse curry kocht en ik schrok dat hier wit was. Wat, ja. Ja, maar ik zeg het, in het noorden kennen ze eigenlijk nog de gele curry, nog de witte curry. Ik ga eerst vinden. En ik heb heel moeilijk om wat te maken, is het eigenlijk in principe niet. Maar begrijp wel, je moet het eens gezien hebben, want je kan spreken van zo en zo. En dan daarmee weet je het nog niet. Waarom blijft eigenlijk het vlees van onder liggen? Wordt het niet bovenaan gelegd, na een zekere gaartijd? Na een zekere gaartijd, god, maar dan gaan we zo een mutsenpot hebben. En dat is eigenlijk bij ons niet. Raamdraadjes? Het staat naampoeder. Wat is dat ik wil zeggen? Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het is eigenlijk zelfs synthetisch. Dat is gewoon kleurstof. Nee, dat is geen saplaan. Dat is, voilà, ja. Mooi kleurtje, maar helaas niet zo goed voor ons lichaam. Nu, ik ben aan het afkicken. Ik probeer zonder te, omdat ik besef... Zonder de poeder, eigenlijk. Ja, het is niet zo gemakkelijk als je zo dat mooi kleurtje gewoon bent. Maar ik probeer af te kicken. Wat ik wil zeggen, is dat zijn woorden van wat ik niks gaan mengen. Nu wordt er eigenlijk niet meer gemengd. Wat ik wel doe, is soms met de lepel eigenlijk de saus... Ja, we hebben de gewoonte van te roeren. Ja, veel, hè. Ja.
Ja, bij ons mama is dat roeren is taboe. Ja. Ja. De generatie van mijn moeder is dat zelfs veel streng. Ja. En gaan die aardappel nu daar zout ook op nemen? Of doe je er nog extra zout op? De aardappel, ik doe geen extra zout meer. Ja. Wat ik wel doe, ik zeg het juist aan die jongen, is wel mijn saus een beetje wat alles doen. Olie. Olijfolie. Deze is nog maar 2 weken versnijden. En daar heb ik ook dadels mee. Jullie mogen allemaal eentje doen. Ik zei als die er staan. In Marokko hebben wij ook dadelbomen. We zijn wel, moet ik zeggen, belangen niet de grootste producent van de dadels. Dat is meer Iran, Tunesië, Algerije, Israël. Ook hier heb ik zelfs een beetje getrist. Ik heb Marokkaanse dadels, maar ik heb ook Joodse dadels. Joodse dadels mee, omdat ik gewoon niet genoeg had. Maar. Dus ze zijn niet zo lekker. Ja, kijk, en daar is zelf niet zoveel water bij te gaan, hè. Dat heb je niet gezien. Ja, ik zou zo zeggen dat ik dan mensen doe. Dan ga ik hier.